Hi, hier is Paul weer. Welkom bij een nieuwe Geldboomshow. Ik ga verder met de geldboom van Ben. Ben is 31 jaar en hij wil meer vrijheid verdienen met investeren in dividendaandelen. Nou, hoe mooi is dat? En dat willen we denk ik allemaal, tenminste ik wel. Ben is net pas begonnen. Hij is ongeveer een half jaar aan het investeren. Hij heeft een portfolio waarde van ruim 5000 euro. En er komt meer dan 250 euro uitvallen aan dividend over 2024. Ik heb iedereen even lief. Ik weet dat dit een kleinere geldboom is. Er zijn heel veel geldbomen geweest die heel veel groter zijn dan die van Ben. Maar ik vind het leuk als iedereen meedoet. Ook mensen die net beginnen. Er zullen ook kijkers zijn die net zijn begonnen met investeren. Kun je altijd jezelf een beetje meten met een ander. Hoe denkt hij? Wat doet hij? Nou, dat is het idee van de Geldboomshow. Ben heeft posities in... mijn hoofd staat er een beetje voor. Mijn Ares Capital in KPN en in British American Tobacco. Ik wil die laatste wil ik ook laten zien met Fastcrafts en die wil ik bespreken. Heel hoog dividend yield. Best wel aardige dividendgroeiverwachtingen voor de toekomst. Dus dat wil ik laten zien. Verder allereerst, wie is Ben? Wat doet Ben? Hoe komt hij bij investeren? Nou, dit is wat Ben mij heeft gemaild. Ben zegt dus, ik ben begonnen met investeren toen ik de effecten zag van inflatie op mijn spaargeld. Zelfs de gebruikelijke 2% inflatie telt al flink op. Over langere tijd. Mijn eerste investering was goud en zilver, dat ik nog steeds gebruik als verzekering, mocht de economie het een tijdje slechter doen. Maar dit is natuurlijk wel een besefmomentje, tenminste dat kan het zijn als je ziet dat je inflatie eigenlijk ja, je spaargeld opeet. Als dat misschien wel sterker is dan de rente die je krijgt op een spaarrekening, dan lever je eigenlijk altijd in. Ik heb ook zelf de overtuiging dat je moet beleggen, je moet investeren om financieel vrijer te kunnen worden. Anders blijf je een beetje vastzitten en dan kom je nooit echt financieel vrij. Ben heeft datzelfde besef. Verder zegt hij, mijn eerste aandelen aankoop begin november 2023, dus hij is nu ongeveer een half jaar aan het beleggen, was Shell, maar die heb ik helaas op een hoog moment gekocht en sindsdien probeer ik mooie dividendaandelen voor een goede prijs te kopen. Ook dit is wel herkenbaar wat hij zegt. En sowieso denk ik dat het altijd het allerbelangrijkste is. En dit is heel cliché en een beetje zoetsappig. Om gewoon te beginnen. En je gaat nooit perfect beginnen. Je gaat nooit de bodem timen van een aandeel. Je moet altijd meer leren. Maar als je eenmaal begint, dan ben je onderweg. Dan vind je je weg. Dan ga je ontdekken wat bij jou past. Dan ga je ontdekken wat jij belangrijk vindt aan aandelen, aan bedrijven. En dat zegt Ben eigenlijk ook. Inmiddels kijkt hij ook naar de waardering van bedrijven. Nou, zo kom je elke keer een stapje verder. En ik denk ook dat je het moet zien als een reis, het investeren zelf. Ik kocht NN Group net nadat de woekerpolissen waren opgelost en ben erg tevreden over de performance en de toekomst van NN. BC is mijn groeiaandeel in de techsector en ook die houd ik voor de langere termijn. En bij Agri, en we gaan zo zijn portfolio bekijken op Getquin, is vooral wachten totdat de interest rates weer omlaag gaan en ze weer verder kunnen groeien. Ik blijf altijd research doen naar nieuwe aandelen en focus vooral op bedrijven die goed management hebben. Dus dat vindt Ben kennelijk heel belangrijk. Hebben en een duidelijke positie in een sector hebben. En ook dat moet je natuurlijk altijd weer zelf bepalen. Ik twijfel momenteel nog tussen meer spreiding of meer investeren in de aandelen waar ik het meeste vertrouwen in heb. Ook dat is altijd een ding. Hoeveel moet je spreiden? Hoe snel moet je spreiden? Dat moet je ook zelf ontdekken en je weg in vinden natuurlijk. Ik probeer in ieder geval wel enige spreiding per sector te hebben en ben momenteel nog op zoek naar een goed aandeel in de eten- en drinkensector. Nou, mensen helpen eruit. Als jij daar een goed aandeel, goed bedrijf voor hebt, kan je dat natuurlijk zeggen in de comments beneden. Ik investeer nu elke maand zo 250 euro, dus DCA met 250 euro per maand. Helemaal prima, niks mis mee. Ben is lekker op weg. Dit is het portfolio van Ben op Getquin. Dan kun je zien dat hij een portfolio waarde heeft van ruim 5000 euro. En als ik zijn posities ga bekijken, dan is dat dit. Zijn grootste positie, NN Group, Agri Realty, Verizon, KPN, Realty Income, Rio Tinto, Ares Capital, British American Tobacco, Shell en BC. Allemaal komt daar dividend uitvallen. Best wel veel hoog dividendaandelen met een hoog yield. Ook aandelen met een wat sterkere groei, zoals NN Group natuurlijk. En verder, ja, hele sterke dividendgroei zit er denk ik niet in. Misschien bij BC, die heb ik eigenlijk nog nooit bekeken. Ik wil zometeen British American Tobacco verder bespreken met Fastcrafts. En verder ook nog heel kort KPN laten zien. Ik weet dat heel veel mensen KPN helemaal super saai vinden. Maar bij KPN weet je precies wat je gaat krijgen. Ik heb er ook vaker video's over gemaakt. Ik heb de laatste tijd geen KPN meer gekocht. Dat wil ik wel heel graag doen, maar ik vind de koers
koers op dit moment net iets te hoog. Maar bij KPN, en dit is dividendgroei investeren, ze voorspellen eigenlijk al wat ze gaan doen voor de toekomst. 2024, dividend per share. Dividend per aandeel wordt 17 cent, naar alle waarschijnlijkheid. En daarna gaan ze dat dividend groeien. Elk jaar met gemiddeld 7% per jaar. En dat is zo lekker aan dividendgroei investeren. Je koopt aandelen van een bedrijf. Dat bedrijf maakt hele voorspelbare winsten in de vorm van KPN. Je weet hoe ze dat gaan terugkeren aan jou als aandeelhouder in de vorm van dividend. En je weet ook al de dividendgroei. Dan maakt het niet meer heel veel uit wat de koersen gaan doen. Je weet eigenlijk op welke cashflows je kan vertrouwen. En dat kan heel mooi met KPN naar mijn idee. En ik ben geen financieel expert natuurlijk. Als we gaan kijken naar de dividendstatistiekjes van Ben. Nou, hij is in 2023 begonnen. Eind 2023. En toen heeft hij al 1,54 euro aan dividend gekregen. Maar het sneeuwballetje begint natuurlijk echt te rollen. In 2024 251 euro kan hij verwachten. Het is ook verdeeld op deze manier. In juni krijgt hij heel veel, dankzij NN Group natuurlijk. En in september weer dankzij NN Group. Zijn grootste positie. Prima, ik vind het een leuk portfolio. Je bent lekker op weg, denk ik. En ik wil British American Tobacco bespreken, omdat ik alle andere aandelen al heel vaak heb besproken ongeveer, behalve Rio Tinto. Misschien moet ik die ook een keertje gaan doen. Maar dat is dat, BTI, British American Tobacco. Allereerst is het een zogenaamde sin stock. Het is emotioneel, of hoe noem je dat? Niet emotioneel, maar moreel verwerpelijk volgens sommige mensen. Nou, dat kan je vinden. Ik ben er zelf niet van, en dat is mijn persoonlijke mening. Ik heb geen enkel probleem met aandelen, ja, die een sin stock zijn, misschien volgens sommigen. Sin stocks, dat staat hier ook. Sin stock sectors usually include alcohol, tobacco, gambling en weapon manufacturers. Nou, er zijn genoeg mensen die daar niet in willen investeren vanwege morele bezwaren. Van mij mag dat, moet je allemaal zelf weten. Iedereen is anders. Ik zie alle bedrijven die verhandelbaar zijn op de beurs, zie ik als legaal, als het mag. Dus dan sta ik daarvoor open. Zo sta ik erin, maar je moet altijd je eigen keuzes maken. En verder wordt BTI en ook bijvoorbeeld Altria en Philip Morris, die willen allemaal, dat zijn allemaal tabakbedrijven, die willen allemaal toe naar een smokeless world. Die willen steeds meer van hun inkomsten, van hun revenue, moet komen vanuit smokeless producten. Dus misschien worden ze steeds iets minder een sin stock, dat zou je ook nog kunnen zeggen. Dat is een soort transitie die ze moeten maken en die ze aan het maken zijn. Dat doen al die tabaksfabrikanten. Ze willen steeds verder naar smokeless. Daar hebben ze allerlei plannen voor. Dat heb ik uit presentaties gehaald van BTI. Dat kun je zelf ook doen. En wat ze altijd hebben, tabak, en waarom ze altijd een grote aantrekking hebben voor dividendinvesteerders. Ze hebben ongelooflijk sterke cashflows. FCF staat voor free cashflow. Dat is altijd het magische woord als je gaat dividendgroei investeren. Van free cashflow betalen bedrijven hun dividend, kunnen ze eigen aandelen inkopen, kunnen ze schulden van afbetalen en ze kunnen ook herinvesteren in het bedrijf. Misschien kunnen deze bedrijven herinvesteren in nieuwe producten, smokeless producten, zodat ze een transitie kunnen maken naar de toekomst toe. Maar dit is wat ze altijd doen. Hele sterke cash generation, zoals dat heet. Dat geldt ook voor Altria en Philip Morris. Daarmee kunnen ze een heel sterk dividend uitkeren. En een dividend wat ook groeit over tijd. Ik heb geen heel mooi plaatje kunnen vinden van BTI. Ik wilde zo'n mooi plaatje zien van de dividendhistorie. Een grafiekje, zeg maar. Die kon ik niet vinden. Dit heb ik wel uit het annual report gehaald. En ze doen wel degelijk aan dividendgroei. 25 jaar consistent dividend growth. Daar zijn ze extremely proud of. En dat willen ze ook doorzetten naar de toekomst toe. In het afgelopen jaar dividend met een heel klein beetje verhoogd, 2%. Maar wel 25 jaar dividendgroei. Dus je koopt één keer een aandeel van British American Tobacco. Je houdt dat aandeel gewoon vast. Elk jaar krijg je daar dividend uit. En elk jaar krijg je meer dividend dan het jaar ervoor. Ik heb ook gekeken naar de toekomstverwachtingen. Nou, die zijn erg rooskleurig volgens BTI zelf, volgens British American Tobacco zelf. Ze verwachten een 5% dividend CAGR voor de komende 10 jaar, tot en met 2035 ongeveer. Ze hebben ook hele plannen van hoe snel ze naar smokeless willen en allemaal van dat soort dingen. Daar kun je allemaal zelf naar kijken. Heb je daar vertrouwen in, dan moet je altijd voor jezelf bepalen. En wat BTI zegt, wij kunnen ons dividend voor de komende 10 jaar met ongeveer 5% per jaar gemiddeld laten groeien. Dat is heel erg aantrekkelijk, zeker als je dat gaat combineren met het huidige dividend yield van British American Tobacco.
Dat kan ik weer laten zien op Fastgraphs. Het huidige dividend yield is 9,25%. En normaal bij zulke hoge dividendrendementen moet je echt een beetje met rode vlaggetjes gaan zwaaien. Moet je wel gaan denken, is dat dividend wel veilig? Kunnen ze dat wel groeien naar de toekomst toe? Bij gewone bedrijven, en dan heb ik het niet over BDC's en dat soort fondsen. Maar bij gewone bedrijven, boven de 8, 9, 10%, dan wordt het wel erg hoog en meestal... Ja, is dat dan niet houdbaar? Is er iets aan de hand? Nu denk ik dat het bij British American Tobacco wel houdbaar is. En het is altijd moeilijk om heel ver vooruit te kijken. Maar de dividend lijkt veilig, dat wil ik zo meteen laten zien. En je kan ook zien dat ze gewoon hun earnings blijven groeien. Ook de afgelopen tijd en ook voor de toekomst wordt earningsgroei verwacht. Als ik ga kijken naar de normale waardering, dan betaal je ongeveer 13,25 keer de winst voor een aandeeltje van British American Tobacco. En nu staat de koers daar echt gigantisch onder. Nog geen 7 keer de winst betaal je voor een aandeeltje van British American Tobacco. De koers heeft ook de afgelopen 5 jaar of zo helemaal niks gedaan. Maar nog steeds is het dividend wel gegroeid. Maken ze meer earnings en is de waardering ongelooflijk laag geworden. Ik heb hier ook stiekem altijd wel interesse in. Heel hoog dividend yield. Uiteindelijk investeer ik voor de cashflows. Ik verwacht ook dat het dividend veilig is en dat ze dat dividend kunnen groeien naar de toekomst. Toch heb ik niet de totale overtuiging dat ja, die transitie gaat lukken. Dus dat houdt mij nog een beetje tegen om meer in Altria te investeren en ook om in bijvoorbeeld British American Tobacco te investeren op dit moment. Maar je moet altijd je eigen keuze maken. Dat wil ik altijd blijven benadrukken. Maar als ze gaan leveren wat ze zeggen, als je nu een 9%, ruim 9% dividend yield kan pakken op de huidige koers. En je kan dat laten groeien in de toekomst toe met 5% per jaar. Dan krijg je wel ongelooflijk sterke cashflows vanuit deze positie. Maar je moet er vertrouwen in hebben. En ik druk nou verkeerd. Als we gaan kijken naar de free cashflow. Want daar betalen bedrijven dus hun dividend van. En British American Tobacco zegt zelf dat ze een payout ratio willen hanteren van tussen de 60 en de 65%. En daar voldoen ze ongelooflijk goed aan. Rond de 60, 64%, 63% aan payout ratio op basis van de free cashflow wordt verwacht naar de toekomst toe. Dat is eigenlijk heel veilig. Wel heeft British American Tobacco ook de nodige schulden. Ook daar moet je op letten. Kunnen ze dat allemaal wel afbetalen? Ik zie hier momenteel geen problemen mee. Ik denk dat de dividend voorlopig veilig is, ook al is de toekomst heel lastig te voorspellen met tabaksbedrijven. Maar dat is hoe ik er nu in sta en hoe ik British American Tobacco zie. Ik wilde dat een keertje laten zien met Fastgraphs. Verder kunnen jullie Ben allemaal volgen. Als je zelf een Getquin accountje hebt, dan kun je hier zijn naam intypen. Dat is Ben922. Dan kan je hem volgen. Hij kan jou volgen. Dan kan je elkaars portfolio bekijken. Dat is het leuke aan Getquin. Mocht je mee willen doen aan de Geldboomshow, dan mag dat ook nog steeds. Dan mag je een mailtje sturen naar levensdividend@gmail.com. Iedereen is nogmaals welkom. Kleine geldbomen, hele grote geldbomen. Ik denk dat die verschillen ook erg leuk zijn om te delen. Je moet wel een Getquin accountje hebben. Je kan een Getquin accountje aanmaken in de link in de beschrijving. Als je dat doet via de link, dan help je mijn kanaal of eigenlijk help je mijn portemonnee. En dat kan ik natuurlijk altijd waarderen. Als je een accountje hebt aangemaakt, mag je hierop drukken. Op dit dingetje, dan zie je jouw eigen portfolio linkje. Nou, die moet je meesturen in een mailtje naar levensdividend@gmail.com. Mag je wat vertellen over jezelf, wat van waarde is, waar mensen iets uit kunnen halen? Dat is denk ik het leuke aan de Geldboomshow. Kan ik jou ook meenemen? Voor nu wil ik Ben bedanken. Ben, bedankt dat je meedoet. Dat je bent begonnen, supergoed. Ik hoop dat je jouw reis gaat voortzetten en dat je Geldboom gaat groeien en groeien en groeien. Voor de rest, deel wat je wil delen met Ben. Ik ben er komende dinsdag weer met Dacia Dinsdag. Dan hoop ik jullie weer te zien. Tot dan. Doeg.